Hij heeft de klassieke elementen, maar we hebben het wel heel erg in deze tijd gezet. En die vernieuwing, dat zoeken van naar een nieuwe vormtaal en een nieuwe elegantie. Ik denk dat deze stoel daar echt wel een goed symbool voor is voor ook een nieuwe tijd. Het heeft toch wel de nodige aandacht de tijd gehad om het zover te krijgen. De verfijningen en in combinatie nog met de ergonomie. Hè? Want je praat over een mooie vorm, maar hij moet ook nog goed zitten. En die combinatie, dat is een soort spanningsveld. Dat is erg leuk. Ja, de mooiste uitvoering vind ik natuurlijk de two-tone die er is. Dat is de witte binnenkant van de stoel, wat bijna is als een vrouwelijke navel. En dan de buitenkant in dat bruine leer. Waardoor je nog een keer, ja, eigenlijk wordt dat dan een soort vastgehouden vorm. Dus ik vind dat is wel tot nu toe mijn lievelingsuitvoering. Ja. Ja, de details wat het bijzonder maakt, dat zijn natuurlijk de stiknaden, hoe die aangegeven zijn. Zeker de naad op de achterkant, wat eigenlijk heel erg de kracht van de stoel is. De soort ruggengraat. En dat is dan weer een hand afgewerkt stikdetail. En daarmee onderschrijf je ook weer het vakmanschap wat Leolux heeft om dat te kunnen doen. Er zijn maar weinig bedrijven die dat durven. In deze tijd van al industrialisering, dat je toch zo'n mooi handdetail maakt.